In de Leidse Hortus Botanicus is een aquariumtentoonstelling gehouden die onder andere door inzendingen uit het buitenland kenners en leken veel interessants te bieden had. Vooral ook op het gebied van de inrichting van aquaria. Bij de tropische zoetwatervissen waren alle bekenden te zien, zoals de Sumatranen en de Braziliaanse maanvissen, die het met de Sumatranen niet zo goed kunnen vinden. Het publiek kon er verder genieten van de fraai getekende kardinaal tetra's. Met behulp van zeezout, andere chemicaliën en een filter is het tegenwoordig niet zo heel moeilijk meer om een zeewateraquarium te houden. Alleen zijn de vissen heel wat duurder. De roodlippige paardenkopvis bijvoorbeeld kost 200 gulden en de witkeel doktersvis 175. Maar de kleuren zijn dan ook onbetaalbaar. De duurste van de hele collectie is de luipaardtrekkervis die 1000 gulden kost. Het moet grappig zijn om thuis het wonderlijke doen en laten van de zeepaardjes gade te slaan. Bijzonder boeiend zijn de combinatiemogelijkheden van de zoutwaterfauna. Hier zeeanemonen en zeesterren met een vadertje langbeenkrab. Over het levende koraal beweegt zich een rode poetsgarnaal. Vuurkooltjes en drieband anemoonvissen variëren in prijs van 5 tot 15 gulden. De zeer levendige Coris gammar kost 45 gulden. De tentoonstelling in Leiden bood een interessant overzicht van de mogelijkheden voor zeewateraquaria in de huiselijke omgeving.